Het Surinaams luchtruim is vanaf vandaag gedeeltelijk open voor commerciële vluchten op de Mid-Atlantische route. Dit zegt minister Albert Rubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij zei dit vanmorgen tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie van de regering. De toestemming voor vluchten van en naar Suriname geldt ook voor de Caribische regio en Noord-Amerika, zegt de bewindsman. Echter is de wereldwijde COVID-situatie ook van ons dat we ons luchtruim niet ongecontroleerd kunnen openstellen, maar dat deze op een gereguleerde en gecontroleerde wijze wordt uitgevoerd. In ons perscommuniqué van afgelopen vrijdag zijn zoveel als mogelijk de regels en voorwaarden reeds bekendgemaakt aan het breder publiek en hebben wij ook notie genomen van de feedback in die tussentijd. Ik denk dat het belangrijk is om van deze plaats uit een ieder in herinnering te brengen de tijd toen wij met z'n allen de zware offers hebben moeten brengen om de eerste heftige golf die we hebben gehad onder controle te brengen. Jubitana zegt verder dat Suriname met de status van code oranje, welke aangeeft dat er sprake is van sporadische gevallen, een begin kan worden gemaakt om de economie weer op gang te brengen. Die ruimte om ook langzaam de economische activiteiten binnen de luchtvaart en de toerismesector op gang te brengen. Nogmaals, op een gereguleerde en gecontroleerde wijze. De getroffen maatregelen zijn bedoeld om zowel de lokale volksgezondheid als die van de bezoekers te beschermen. We kunnen niet meer zo vrij bewegen als voor COVID zijn intrede deed in de wereld van vandaag. Je kan niet van plaats A naar plaats B gaan en vrijelijk de samenleving ingaan zonder de nodige maatregelen in acht genomen te hebben. De WHO heeft daarom ook richtlijnen gegeven aan de landen die voornemens zijn het internationaal reizen weer op gang te brengen. Minister Albert Rubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij sprak vanmorgen tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie van de regering in de congreshal. Het luchtruim van Suriname is vanaf vandaag partieel opengesteld voor commerciële vluchten uit de regio en Europa. De partiële lockdown is nu ook met 1 uur verruimd en geldt deze dus van 11 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.